Renault Trucks propose le pack Optirol. Renault Trucks biedt het Optirol-pakket aan op de Magnum en Premium DXI 11,05 euro met gerobotiseerde versnellingsbak OptiDriver Plus. Nieuwe extra's met bijbehorende prestaties voor onze modellen om onze leiderspositie op het gebied van brandstofverbruik te kunnen behouden. Het Optirol-pakket omvat drie functies. De Optirol-functie, een nieuwe cruise control, soft cruise genoemd, en de blokkering van de powermodus. Doel van de Optirol-functie is het vermijden van de natuurlijke remwerking van de motor. Mechanisch gezien is dit eenvoudigweg te onderbreken van de krachtoverbrenging door aansturing van het relais voor de gerobotiseerde versnellingsbak OptiDriver Plus. De Optirol-functie zit ingesloten in de cruise control. Dit heeft twee redenen. Zo is de klant verzekerd van een lager brandstofverbruik en is de bestuurder verzekerd van een eenvoudig en comfortabel gebruik. De nieuwe cruise control zorgt voor een zuinig motortoerental op de DXI 11 en de DXI 13. De doelstelling is zeer eenvoudig. Er wordt een iets lagere snelheid toegestaan dan de ingestelde snelheid. Bij de DXI 11 motoren is dat 2 km lager en bij de DXI 13 motoren 3 km lager. Hierdoor wordt het verbruik teruggebracht. Allereerst natuurlijk door de lagere snelheid, maar ook doordat er gezocht wordt naar een gunstiger toerental. De powermodus wijzigt de schakelstrategie van de versnellingsbak. De modus wordt geactiveerd als men bij het zware punt onder het gaspedaal doortrapt. Doorgaans merkt men dat er bij hogere toerentallen wordt geschakeld en dat de kickdown wordt gebruikt. Deze modus biedt meer mobiliteit, maar vraagt ook iets meer brandstof. In lijn met de doelstelling van de Optirol hebben wij besloten deze functie uit te schakelen. In het Optirol-pakket, om zo een onnodig hoog verbruik te vermijden, in vergelijking met de concurrentie, kenmerkt de Optirol-functie zich op twee punten. Ten eerste is de functie alleen beschikbaar in de modus Cruise Control. Dat wil zeggen, activering is niet mogelijk als de Cruise Control niet is ingeschakeld. Ten tweede is het regelbereik vastgesteld op plus 7 en min 3 km per uur, ten opzichte van de ingestelde snelheid. Dit bereik ligt vast, eenvoudigweg om onze klanten en onze bestuurders een gunstiger verbruik en het comfort van een eenvoudige bediening te garanderen. De voordelen van het Optirol-pakket hangen vanzelfsprekend af van de aard van de route, de belasting van het voertuig, de gemiddelde snelheid en van het gebruik van de cruise control. Naar onze schatting kan het Optirol-pakket op de premium route tot 0,9% aan besparing opleveren en tot 1,2% op de Magnum.